Ik sta hier in een vol uitverkocht klokgebouw. Noop is doop. Wij gaan rocken vanavond. Gaan jullie mee? What do you feel? Now, what do you feel? What do you want, puppy? T-shirt staan. Ja. Vind jij dat een feestje zonder dope ook noop is? Ik heb nog nooit dope gebruikt, dus ik heb het niet nodig. Noop is noop en super dope als je noop gebruikt. Ja, precies. Ja, het is best een grote line-up. We hebben Phyllis the House Cat natuurlijk in de minimal zaal. We hebben Steve Angelo. We hebben Ron Carroll van I'm Walking Down the Streets with my Nike's on. Yes. I'm walking down the street with my Nike's on. Watching people get it on. Singing love songs like Lauryn Hill. On TV like Dr. Phil. Getting crunk, doing stunts. Walking down the street with my Nike's on. Swinging that stick like Tiger Woods. Putting that money in the hood. Stacking that paper like Donald Trump. At the club doing that humpty hump. Walking on air like Michael J. Baby, watch out, I'm about to get paid. Yeah. Wat vinden jullie van de avond tot nu toe? Ja, heel gezellig. Ja? Ja, heel gezellig. En voor wie ben je gekomen? Voor alles, voor iedereen. En jij? Ja, voor iedereen. Voor opposites vond ik heel vet. Ja, nee, leuk feestje. Vind je het een beetje dope dan? Ja, ik vind het dope, anders zou ik hier niet nog in de zaal na chillen. En hoe gingen jullie optreden? Ja, ging wel goed. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het dope. Ja, dope, hè? Het was niet dope, ja, toch? In de doopzaal, toch? Maar hoe vind je het om tussen de dance scene staan, zeg maar? Er zijn heel veel grote namen in de dance scene. En jullie staan er toch als de opposite erbij, zeg maar. Hoe voelt dat? Ja, kijk, mij maakt het niet uit. Het zijn mensen die het in hokjes plaatsen. Ik kom gewoon om feesten te maken, weet je. En het maakt mij niet uit of ik voor 80.000 gabbers sta, hardrockers of mensen als zo zie, weet je. Mij boeit het niet als het maar losgaat en als mensen het maar hun zin hebben. En wat vind je er nou van dat de opposites tussen al die grote dance-namen staan? Ik vind dat wel moet kunnen. Het, ja, die zag ze kregen heel de zaal los, dus... Niet noop, maar doop, toch? Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ik ga morgen zien de reacties. Ja, uitverkocht. Eindhoven, klokgebouw. Top. Noop is doop. Noop is doop. Natuurlijk, we hebben een eigen boekers agency en daar hebben we artiesten als Afrojack, Quintino, Kenneth G. En dan hebben we nieuwe jongens getekend, Amster en Bassjackers en Jimmy Fanatic. En die zijn allemaal aan het draaien. Het was een leuk, gezellige mensen, dikkere muziek en lekker stevig gedraaid vandaag. Dat doen we niet vaak, maar het was leuk, het was erg leuk. Oké. We hadden niet verwacht dat er nog zoveel energie in zat, weet je, zo laat nog. Dus, Noop is doop, is ja, vrij veel mensen zien het dus commercieel, maar je ziet toch dat het vernieuwend is. En je kan gewoon je eigen ding doen. Het bewijst maar weer dat Noop is doop naar de top gaat. Ja, het is commercieel, maar wat vinden jullie ervan dat er toch best wel verschillende muziekstijlen op één feest zijn? Vinden jullie dat doop, zeg maar? Nee, dit vind ik juist goed. Juist goed, juist goed. Dat vind je ook terug in onze set, weet je. We draaien zo heel breed. Dus ja, het is altijd goed. Wat gaan jullie doen? Kunnen we nog wat nieuws voor jullie verwachten? Nou, eind april komt onze eerste release op Azucar bij Mad Skills.
Nou, we hebben vandaag twee tracks gedraaid en het ging aardig los. Dus we verwachten dat we in de zomer een klein hitje hebben. Dus ja. Het is Bomba, klaar. Ja. Gewoon super. En jij? Bomba. Sonnery James en Ryan Marciano. En u kijkt naar danceconnection.tv. Noop is Dope. Noop is Dope. We hebben in Assen hebben een heel grote editie staan. Eind mei. De flyers en zo, die ga je nog allemaal zien. En ja, dat is ook echt, dat is denk ik nog groter dan hier. En we zijn de eerste die een groot feest gaan geven in Assen. Dus wat dat dope. Gewoon doorknallen. Ja, precies. Dope. Noop is Dope was fucking dope. Ik heb echt gerokt. Steve Ragmat, Opposit, Jeugdvertegenwoordig. Billy de Klit, wat wil je nog meer? Tot de volgende keer bij Flashback. Ja, zij heeft mijn haarband gestolen. Zeg maar even, tot de volgende keer bij Flashback. Tot de volgende keer bij Flashback en zij moet mijn haarband teruggeven.